pakken dan de voorbije jaren. En de tegengoals die ze slikken, heel snel, in zowel de eerste als de tweede helft. De eerste helft. We hadden het erover, met Tony de Winter. Je hebt het hem verteld. Wat hij niet mag doen en wat ze hier bij Juve wel deden. Ja, maar dat is wat waarschijnlijk Pirlo nu ook op bouwt. Ook, hè, op dit soort idiote manier van opbouwen. Maar kijk, elke pas, elke fase die je zo... Ja, krijgt, dan zoek je miserie op. Dit is de tweede fase, weer hetzelfde. Nee, weer Bentancourt zoeken centraal. En dan kijken, dan onder druk worden gezet via Alessandro. En dan moet je eens kijken. Kijk, Alessandro die staat en die denkt, zal eens een bal terugspelen. Ja. Ja, ze doen het natuurlijk heel slecht, maar ze proberen op die manier ook wel Porto laten druk zetten. En op die manier dan wel eens een keer dat iemand 30, 40 meter verder te vinden. Iemand die ze wel graag aan de bal willen krijgen. Nu lukt het wel, maar omdat er 2, 3 niet meedoen van Porto. Ja. En dan lukt het, maar en is het risico waard om er op die manier uit te komen? Nee, dat is net... Je moet een keuze maken. Dus dat wil zeggen, als er heel veel van Porto gaan druk zetten, dan is het ook heel vaak 1-1 achterin. Dan moet je die bal er eens een keer overleggen. Ja. Zo creëer je als spits juist 10 meter loskomen van je verdediging, krijg je die bal gewoon op de borst en kun je verder voetballen. Dus dat is wel in betrachting om ze inderdaad eruit te lokken. Op die manier, maar als je dan zo de bal weggeeft, is gewoon heel dom. Ik vind het heel straf. De meesten beginnen, voor mijn idee, omgekeerd. Die willen kort, kort, kort. En dan willen ze ruimte maken om dan de lange bal te spelen. Je kan ook lang spelen. En als je dan resultaat hebt, kan je dat ook doen. Dan gaat een ploeg automatisch zakken. Mm. En dan kan je uitvoetballen als het moet. Ja, maar goed. Het is wat Nico ook zei. Het gebeurt wel vaker. Heel vaak eigenlijk.